Het Metropoolorkest tijdens een repetitie van iTrap. Een idee van filmfestivaldirecteur Rutger Wolfson. En hij vroeg kunstenares Germaine Kruip het verder te ontwikkelen. We hebben samengewerkt in de Vleeshal, waar hij toen de tijd directeur was. En daar hebben we samen twee tentoonstellingen gemaakt. En in mijn werk zit het aspect van realiteit en fictie eigenlijk helemaal in het begin vooral. Er ligt daar een basis waarin hij meteen aan mij dacht met dit concept. iTrap is gecomponeerd door 9 componisten onder leiding van Bob Siemerman, die onder meer de soundtrack van de film Suuskind maakte. En bekend van zijn bewerking van de muziek die vandaag precies 10 jaar geleden prinses Maxima tijdens haar huwelijksplechtigheid in vervoering bracht. Dirigent is Ernst van Tiel, die samen met het Brussels Philharmonic de muziek uitvoerde voor de film The Artist. Goed voor 3 Golden Globes. Ik vind dat die componisten dat fantastisch gedaan hebben bij elkaar. Het orkest doet het geweldig. Het is voor een deel in hun stijl en voor een deel buiten hun stijl. Maar ze pikken dat geweldig op. En je merkt ook aan de concentratie in de repetitie en zeker in die doorloop dat men ontzettend goed luistert en daar wat van wil maken. Het zit er nog lang niet in. Ik denk dat we 30% gehaald hebben. Een accent is in Rotterdam is een heipaal. En het is geen klein slag op een drumstel, dat kan niet. Nou, dat is waar ik nog. Dus het moet nog veel scherper en veel monumentaler. Je kunt wel gas geven, zoals ik zeg, in één deel, maar in het volgende deel weer, en het volgende deel weer. Dat versterkt elkaar niet. Dus je moet het doseren. We zijn ook gewoon met de eerste Vlaarde muziek daar gaan zitten en gaan luisteren. En dat was wel heel erg mooi. En daar denk ik ook nog steeds aan hoor. Als ik hier zit in deze studio, dan denk ik van hey, die boot die voorbij kwam. Het grijze kabbelende water van de Maas. Die hoekige gebouwen. Het licht dat langzaam gaat wegvallen. De lampjes die aangaan in gebouwen. Er zijn natuurlijk heel veel elementen die mee gaan spelen. Mooie plek. Absoluut. Ja, heel mooi. En het gaat passen? Ja, dat past vanzelf. De realiteit past altijd.